Tim, wat waren we dichtbij de overwinning vandaag? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik denk dat we tot het laatste einde alles eraan gedaan hebben om hier met 3 punten weg te gaan. Maar het mocht niet zo zijn. Ja, hoe zuur is het dan dat hij zo laat in de wedstrijd nog valt? Ja, ik hoorde net dat het 6,5 minuut was in de blessuretijd. En volgens mij kwamen er maar 5 bij. Dus dat maakt het nog extra zuur inderdaad. Maar goed, ja. Het is niet anders. We hebben er alles aan gedaan. We kunnen het zelf niet veel verwijten, denk ik. Dus ja, we hebben er toch weer een mooi avondje van gemaakt, denk ik. Dat is toch gek, want van tevoren had je misschien wel getekend voor 1-1 tegen de koploper, maar nu sta je toch met een rotgevoel hier. Ja, een beetje dubbel gevoel inderdaad, wat je zegt. Ze staan niet voor niks, zo ver bovenaan natuurlijk. En ja, als je zo'n pot daar tegen kan leveren, denk ik dat je alleen maar trots mag zijn op de ploeg. En ja, we hebben gedaan wat we konden. Meer kunnen we niet doen. Je zegt wel trots op de ploeg, maar je kan ook trots zijn op jezelf. Je hebt met een paar belangrijke saves al heel lang de nul gehouden. Was het fijn om vandaag weer minuten te maken? Ja, tuurlijk is dat fijn. Dit zijn de momenten waar je op wacht eigenlijk. Ik ben blij dat ik weer die minuut heb kunnen maken. En ja, het smaakt wel weer naar meer. Voelt het gelijk alweer vertrouwd? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja, toch wel. Het blijft toch hetzelfde. Het blijft toch 11 tegen 11. Rondballetje, 2 goals. Ja, kom maar goed. Was het een groot verschil met je eerdere periode in het shirt van ADO Den Haag? Ja, toen heb ik ook niet zo heel veel gespeeld. Hè. Toen heb ik alleen bij PSV ingevallen. Dus nooit de hele wedstrijd gespeeld. Ja, het scheelt natuurlijk ook 5 jaar hè, met toen. Dat is 5 jaar geleden. Dus ja, dan veranderden er wel wat dingetjes ondertussen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel naar meer smaakt. Ja, absoluut. Ja, absoluut.